Beste Urban Craft TV-kijkers, vandaag zijn we opnieuw in Kortrijk voor het tweede deel van deze dubbelaflevering. Vorige week zagen we iemand van de organisatie, Nick Ervink, en vandaag gaan we even kijken wat de ontwerpers van morgen ons te bieden hebben. Kom mee hoor! Hallo, welkom. Kunnen jullie soms even je project toelichten alsjeblieft? Eén voor één, misschien jij eerst? Ons project is de Stigmergic End. En dat is eigenlijk een soort van showcase tool voor de prototyping afdeling van onze school. Voor de mensen die prototyping niet kennen, kan je het concept kort even toelichten? Dus prototyping is eigenlijk dat we op een heel kleine schaal nieuwe dingen gaan uittesten. En dat we eigenlijk door veel prototypes, dus de schaalmodellen maken, dat we nieuwe dingen, nieuwe eigenschappen ontdekken en dat we dat zo kunnen opnemen in ons proces en eigenlijk zo een continue verbetering aan te brengen in onze producten. Ik zal even een korte demo geven van onze mier. Het is dus door deze prototyping techniek dat het mogelijk was om op 4 weken van nul, dus van een plaat hout en enkele motoren, eigenlijk zo'n robot te kunnen gaan construeren. We zijn bij het tweede project van Jelle en César. En wij zouden natuurlijk ook hier graag iets meer over weten. Kunnen jullie dit ook even toelichten alsjeblieft? Dus het probleem bij de bestaande robots, er bestaan al een aantal robots binnen de sociale robotwereld, maar die zijn allemaal zeer duur en daardoor zijn ze niet zo toegankelijk voor de mensen die dat eigenlijk nodig hebben. Dus dat is een interface waarbij alle emoties in een cirkel opgesteld zijn en aan de hand van een joystick kan de juiste emotie geselecteerd worden en wordt die uitgebeeld aan de hand van servomotors door de robot. En zo is eigenlijk een hele race aan emoties is dat mogelijk. Wij zijn hier bij Bram. Bram, kan jij soms kort even jouw afstudeerproject voorstellen alsjeblieft? Ja, tuurlijk. Het is een interactieve tegelmodule die in een pleintje ingeplaatst wordt om voor de studenten en voor de omstaander een tof spel te creëren. Het is open source, dus die spellen assortiment kan geweldig uitbreiden naar de creativiteit van de studenten of van programmeurs. Dus eigenlijk begin jij met het project, maar even hoe kan iemand anders er later verder nog op in? Ja, dat klopt. En kan je even tonen hoe het in zijn werk gaat? Ja, natuurlijk. Als er wordt een druk op uitgeoefend, dan krijg je zowel auditief als visueel feedback. Als ook de simulatie van het totaalconcept, waar verschillende tegels worden geplaatst in een pleintje. En zo kunnen verschillende dingen creëren, zoals melodietoontjes achter de tegel. Als ook de spelletjes die vooral auditief en visueel dan feedback geven. Het zijn verschillende niveaus. In het eerste niveau dat je eigenlijk een muziekinstrument bespeelt met een tegel. In tweede instantie kunnen samen ook spelletjes spelen, wat er dan verschillende levels zijn. Dus we kunnen eigenlijk ook een modern day twister maken. Ja, dat is perfect. Beste kijkers, het laatste deel van deze dubbelaflevering zit er jammer genoeg ook al op. Hopelijk hebben jullie er evenveel van genoten en kijken jullie ook uit naar de volgende aflevering van Urban Craft TV. Dag! Ciao!